Alles is gescand en dan is het zo. Hey, ik heb trouwens geen geld bij me. Tot over een kwartier. Baas of dwaas? We gaan het zien. Let's go. Wat is je laatste uitgave? Dan gaan we even checken op de app. Dat is geweest. €7,50. Koffie met lunch. Gaat heel veel geld heen voor mij. Hoeveel was je eerste salaris? €4,97. En dan ging er altijd wel zo'n 1 euro fooi per uur op. Dus ja, dat was €5,97. Ik werkte in een lunchroom, in een koffiezaak. Ik maakte broodjes. Baas. Als je vandaag de loterij zou winnen, wat zou je als eerste kopen? Ik denk dat ik dan een woonboot zou kopen in Amsterdam. Want ik vaar daar best wel vaak langs en dan denk ik, dit zou ik willen hebben. Hier zou ik wel willen wonen. Maar dan niet voor altijd, dat je gewoon alleen als het lekker weer is. Baas, wat is het duurste etentje wat je ooit hebt afgerekend? Dat moet iets van, ik denk iets van €300 zijn geweest, maar ik moet wel eerlijk zeggen, heb ik daarna wel wat tikjes voor gestuurd, want dat was dan een hele grote groep of zo. Baas, je favoriete liedje / songtekst over geld. Dat is Put Your Money Where Your Mouth Is van Oasis. Want dat vind ik gewoon een mooie gedachte. Wat was je eerste impulsieve uitgave? Toen kreeg ik net te horen wat ik voor bedrag kreeg voor een film. En dat was toen zo heel veel. Dus toen stond ik in de stad en toen dacht ik meteen, nou, ik krijg superveel geld. Ik ga nu echt eventjes iets uitgeven. Gewoon puur om het uitgeven. Heel stom. Zo'n beamertje gekocht waar je dan je telefoon in doet en dan kan je beameren op je muur. En je wist eigenlijk al, dit gaat niet goed werken. Maar ik dacht, ja, ik heb geld. Ik ga dat kopen. En dat heb ik dus gekocht. Is nu ook kapot. Enorm dwaas. Waar staat je eerstvolgende spaardoel op ingesteld? Nou, dan gaan we even checken. En dat is een nieuwe gitaar. Ik heb nu al een akoestische gitaar. Dus ik wil heel graag zo'n vette elektrische gitaar. Maar die zijn duur. Ik ben nu al op de helft bijna om die gitaar te kopen. Daar kan ik niet wachten. Gewoon zo'n hele vette elektrische gitaar. Ja, baas boven baas.